Yo, mijn naam is Tom en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op dit YouTube kanaal. Vandaag zijn we op Stone Kingdom. En niet omdat ik hier ga spelen, maar omdat ik gevraagd ben door Sean, oftewel Invisible Games, de eigenaar van Stone Kingdom, om hier een server tour te doen. Dus vandaag in deze video ga ik lekker jullie rondleiden, ga ik jullie lekker laten zien wat er allemaal gebeurt op deze Kingdom server. Het is een Minecraft Kingdom server. Het is een Kingdom server met 10 verschillende kingdoms. Volgens de eigenaar van deze server is dit de grootste server van Nederland en zijn er ook iedere dag wel rond de 100 man online. Ze maken gebruik van een origineel gameplay concept met custom villages, PvP events en roleplay events en nog veel meer. Stone Kingdom die heeft als het goed is een Discord server met 2000 leden. Deze server is versie 1.12. Met natuurlijk 1.8 PvP. Dus dat is very nice, dat is very nice. Verder maakt deze server wel gebruik van seizoenen. Persoonlijk vind ik dat iets minder, want als ieder seizoen afgelopen is, ben je zeg maar alles weer kwijt. En dat vind ik zelf minder. Ik wil gewoon doorgaan waar ik ben gebleven. En niet iedere keer na één seizoen opnieuw beginnen. Maar ja, zo is deze server, ze zitten in elkaar. Ja, als je dat leuk vindt, vooral lekker joinen. Vooral lekker joinen. Ik ben zoals je ziet, ben ik nu op de Kingdom Spawn. Volgens mij hebben ze ook nog Kit PvP en nog wat anders. Nou, we zullen even kort doornemen. Je ziet rechts in beeld Stone Kingdom. Informatie, naam Tommy Geuk. Rank speler, ik ben net gejoined. Kingdom, KD, ja, ik ben KD-loos. Rank, niks. Gebiedspan, oorlog, nee. Je ziet hier een welkomstbericht. Welkom op Stone Kingdom. Beste Tommy Geuks, welkom op Stone Kingdom. Welkom op de nummer 1 Kingdom server van de Benelux. Wil jij meer informatie over deze server? Typ dan de commando, bla bla bla. Oké. Okay. Veel plezier. Nou, dat is awesome. En ik zag hier achterom van allerlei crates. En willen we hiermee beginnen? Ik denk dat we hier nog eventjes mee wachten. We gaan even kijken wat er om te zien is op de spawn. Je hebt daar een aantal crates en daar heb ik al wat keys voor. Die heb ik al gekregen. Maar die gaan we straks eventjes inleveren. Je hebt hier allemaal crates. Ik denk dat dit voor de kits zijn. Ik denk dat je kits kan kopen op deze server. En dan kan je hier de key inleveren, zodat je daar de spullen krijgt die bij de kit behoren. Verder hebben ze hier een aantal leuke kraampjes staan. Ze hebben hier nog wat kisten. Geen idee waar die voor zijn. Re-upload, upload en de nitro crate. Geen idee. Ze hebben wel echt mooie huisjes hebben ze neergezet. Een redelijk grote spawn. Lekker veel ruimte op de spawn. Ja, ja, ja. Ik zal jullie even laten zien hoeveel spelers er momenteel online zijn op de server. Er zijn zo'n 47 spelers online en hoe laat zal het zijn? Ik ben nu de video op aan het nemen om 5 uur 's middags. Dus rond een uur of 5 zitten er dik 50 man online. Dik 50, 47. Het is wel best onhandig dat ze de spawn niet goed hebben verlicht. Want kijk, ik loop hier dan met shaders en het is echt pikken donker dan. Wow, en in één keer is het dag. Wow, ik kan toveren. Wow, oké, laten we lekker de crates gaan openen. En ik heb geen idee wat de beste en wat de minst beste is. Je hebt hier Royal Crate, Ancient Crate en Miracle Crate. En ik denk dat we gewoon gaan beginnen met de Royal, de meest linker. En we gaan even kijken wat we gaan krijgen uit deze crates. Oh, ik krijg gewoon full dia gear. Oh, niet full dia. Ik heb Iron Boots. Ik heb nu een Royal Crate key ingeleverd en wat krijg ik een stack arrows, 2 golden apples, protection 3. Dat is op zich wel nice. Alleen de schoenen is platinum boots. Oké, geen idee. Platinum boots. Dat is blijkbaar denk ik heel goed of zo. Ik heb geen idee. Nou, dit hebben we nu gekregen. Doen we gewoon lekker aan meteen. Of zullen we het uitdoen? Laat maar eventjes hier in mijn inventory zitten. Dan gaan we er nog eentje openen. Dan gaan we even kijken wat we krijgen allemaal. Je ziet heel veel diamond al voor de ding verschijnen. Oké, ik heb nu net 2 wither skulls gekregen. What the heck. En dan hebben we hier de ancient crate key. Ik heb 2 Ace Crate Keys. Nou, dan kunnen we dadelijk ook nog naar de Ace Crate Keys gaan als we er zin in hebben. Die heb ik gekregen uit een Ancient Key. Crate Key. Jezus, Nederlands is moeilijk. Oké. Huh? Maar krijg ik nou wat anders als dat er staat? Dat is best gek eigenlijk. Laten we nog eens proberen bij de Miracle. Want kijk, ik denk dat ik krijg wat er in het midden blijft staan. Maar wat krijg ik nou precies? Kijk, in het midden staat... Oh, jawel. Een helmpie. Oké, dat heb ik niet goed gezien waarschijnlijk. Lol. Maar ze hebben hier Reinforced Chainmail. Daar heeft hij me niks over verteld te ownen. Misschien was dat wel handig als ze dat had gedaan. Maar ja, maakt niet uit. En 16 gapples, dat is zeker nice. Oké, dan gaan we nog even kijken naar die Ace Crate Keys. En misschien dat ik dan wel eventjes langs ga gaan bij een kingdom of zo. Ik zal eens vragen aan de owner of ik dat mag doen. Dan gaan we even kijken wat er in de Ace Crate Keys zit. Maar waar lever ik die in? Ik ga eventjes rondkoenkloeren. Ace Crate Key, even kijken. Oeh, heel veel TNT, what the fuck. En diamonds ook, wow. Oké, we hebben 32 TNT gehad en we hebben er nog eentje. Nog één key, even kijken. Oké, we hebben nog 16 golden blocks. Je krijgt wel echt vet veel uit die keys. Dat is wel nice op zich. Ik denk dat ik alles heb laten zien hier op de spawn. Dus ik ga eventjes communiceren met de owner en kijken of we op bezoek kunnen gaan bij een koninkrijk. En dan kunnen we kijken bij één
van de 10 koninkrijken, hoe ver ze zijn of hoe ze bouwen en hoe het er allemaal uitziet. Ja, laten we dat doen. Nou, dan gaan we intussen, totdat ik word geteleporteerd naar een kingdom of zo, gaan we eventjes parkouren. Lekker parkouren, dus geen officiële parkour ding. Hebben ze hier ergens een parkour dingetje? Volgens mij niet. Oh, kijk, daar zijn we al. Daar zijn we in een koninkrijk. What the fuck, is dit een custom map? Sowieso wel, anders kan het echt niet. En welk koninkrijk ben ik dan? We zijn in het gebied Taikoku. Taikoku, what the heck. Oké, dit is denk ik het kingdom Taikoku of zo. Nou, ik ben hier blijkbaar in het koninkrijk Taikoku. En we gaan eventjes kort rondkijken wat ze hier allemaal doen. En het lijkt erop dat het meer een Chinees kingdom is. Want dit zijn echt van die typische bloesembomen volgens mij. Dus ik weet het niet, die heb je echt in China. Even kijken, Alkuezel zegt, volg mij maar naar de gebouwen die we nu hebben. Volgens mij is dat deze guy. Oké, we gaan hem eventjes achterna en dan gaan we even kijken. We gaan eventjes lekker de berg beklimmen en dan gaan we naar de huizen die ze momenteel hebben. Ik ben benieuwd of ik het juist heb gegokt of ze echt meer Chinees gaan bouwen of echt wat anders. Oké, het is nog niet af, zegt hij. Maar volgens mij is het meer Chinese stijl. Ik heb het enigszins goed geraden. Alkuezel, ik weet niet hoe ik zijn naam moet uitspreken. Hij zei van, we zijn een soort van Japan, de huis is een mix van oosters. Oh, kijk aan. Kijk, zie je daar? Daar zie je het al. Kijk, dit is wel episch. Dit ziet er wel episch uit. Dit vind ik wel echt episch eruit zien, ja. Wow, dit is wel vet. Wauw. Oké, dit is wel lijp. Ja, dit is wel lijp met die bloesembomen en zo. Even kijken. Maar ik kan zeker geen fly, helemaal niks. Dus we gaan even kort kijken. We gaan even naar boven toe. Maar ja, ik weet niet. Ik zag die bomen en ik wist meteen, het zijn van die hele mooie roze bloesembomen. Dit is wel echt super vet gedaan hoor. Echt een mooie custom mapje wel. Maar ik weet dan niet of deze bomen in de map al stonden. Of dat ze die later na zelf hebben laten plaatsen door staf of zo, maar het ziet er wel echt heel episch uit. Dus ja, dit is daar een van de koninkrijken. Het is eigenlijk een soort van Japan replica. Enorm vet, enorm, echt enorm vet. Mocht jij deze server willen joinen, moet je dat zeker vooral doen. En nog even voor de duidelijkheid. Ik blijf gewoon op de server waar ik nu op zit. Ik heb al meerdere malen op Stone Kingdom gespeeld. Voor mezelf vind ik het fijner om op een Kingdom server te zitten waar ze niet werken met seizoenen, maar waar je eigenlijk altijd de map bewaard blijft. Dat vind ik fijner. Mocht jij het leuk vinden wat je ziet, mocht je het allemaal mooi vinden, dan zou ik zeker zeggen, join deze server. En ja, dan kun je hier gewoon lekker mee gaan doen. Nou guys, dit was eventjes kort een rondleiding op de server Stone Kingdom. 1.8 PvP, 1.12 is de Minecraft versie waar je op zit. Wil je joinen, dan kijk even in de beschrijving van deze video. Er staat gewoon een Discord linkje naast een Discord server. En dan staat het IP natuurlijk ook naar de server. En dan kun je gewoon lekker een kijkje nemen op Stone Kingdom. Ja, zoals je ziet, bijna 50 man online. Het is nu 5 uur in de middagavond. Ik zou zeggen, join vooral de server. Als je alles wat je ziet gewoon, dit spreekt je aan. Je denkt van, wow, dit is echt een vette server. Join dan vooral deze server. Verder wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. Wat ik jullie ook nog wil vertellen, nadat ik zelf deze video afsluit, zal ik nog de video af laten spelen in deze video. Heel ingewikkeld. Van seizoen 9. Want ze gaan beginnen binnenkort met seizoen 9. En daar hebben ze een hele vette trailer voor gemaakt. En die zal ik even in deze video zetten. Dus nadat ik mijn outro heb gedaan, dan kunnen jullie er eventjes naar kijken mocht je dat willen. Blijf vooral eventjes kijken. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Abonneer zeker even. Dan heb je de video nog niet geliked? Like dan eventjes de video. Als je abonneert, klik dan ook zeker even op dat belletje. Dan mis je geen enkele video. En laat vooral een reactie achter onder deze video. Wat vind jij van de server? Ja, laat gewoon wel een leuke comment achter. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie snel terug bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En nog veel plezier met kijken naar de intro video van seizoen 9 van Stone Kingdom. Ciao.